Denk je aan wijngaarden en goede wijnen, dan denken de meesten al snel aan Frankrijk. Maar ook in ons eigen land wordt volop wijn geproduceerd. En niet zo'n beetje ook. Vorig jaar is er zelfs een record hoeveelheid wijn geproduceerd in Nederland. De productie steeg met 30% ten opzichte van het wijnjaar ervoor. Ook bij wijngaard De Plak in Groesbeek merken ze de stijging. De laatste 5 jaar is de aanplant volgens mij ook met 20, 25, 30% gestegen. Dus dan hobbelt op een gegeven moment de opbrengst hobbelt daar een beetje achteraan. Dan komt het altijd 2, 3 of 4 jaar later. En vorig jaar hadden we natuurlijk een hele mooie voorjaar. In mei was het heel mooi weer. En in mei vindt eigenlijk altijd eind mei, begin juni de vruchtzetting plaats. En als dat helemaal goed gaat, dan heb je ook veel trosjes. Wij knippen dan toch nog heel veel weg, want we zitten op ongeveer 1 liter per plant, houden we ongeveer aan. En dan voor de kwaliteit van de wijn, zeg maar. Dus we hebben stijging inderdaad gehad door meer aanplant en eigenlijk een heel klein beetje door het mooie weer, zeg maar. De stijging is natuurlijk erg gunstig en dat zorgt ook voor mogelijkheden in Groesbeek. Ja, dat is natuurlijk economisch gezien wel gunstig, want op een gegeven moment... De wijnverkoop is een gedeelte van de opbrengst van de wijn natuurlijk. En je hebt natuurlijk, we hebben hier terras. Vanaf volgend weekend gaat het open, vanaf de Pasen. En dan verkoop je natuurlijk ook wijn per glas. En met proeverijen verkoop je natuurlijk ook per glas, zeg maar. Ook in de toekomst ziet het er goed uit voor de wijnproductie. Er wordt nog steeds meer aangeplant, dus die stijging zal waarschijnlijk wel even doorgaan. Je hebt natuurlijk dadelijk het voorjaar wel weer even een spannende tijd, want het is natuurlijk heel vroeg nu alles gaat uitlopen. De natuur ligt ongeveer 4 tot 5 weken voor op de langjarig gemiddelde. Dus je hebt kans in mei heb je nog een keer tot het kan gaan vriezen, zeg maar. De ijsheiligen komen dan nog. Dus op termijn verwacht ik wel, tot dit jaar kan het net zoveel worden. Maar dat hangt van heel veel factoren af.